We zijn nog een uurtje weg van de finale tafel van de Dutch Open 2015. En aan mijn beide zijden zitten mannen Post. Van harte welkom. Aan mijn linkerzijde de regerend Nederlands kampioen. Aan de rechterzijde een van de kanshebbers. Toekomstig kampioen, ja. Je hebt net zei iets heel anders, hè? Wanneer? Net zei je dat geen... Ja, je weet dat achter de camera en een op een heel ander verhaal dat is. Maar nee, ik ga natuurlijk eerst worden nu. Hey, je zit er weer, hè? Je zit heel vaak... ik heb het vaak over de broerspost. Die komen elke finale tafel, elk toernooi, komen jullie weer tevoorschijn. Wat doen jullie goed? Ik denk dat het sowieso overdreven veel lijkt dat we aan de finale tafel zitten. Omdat, omdat je met z'n tweeën zijn. Ja, dus het lijkt altijd van als er één van ons zit, oh daar zitten ze weer. Maar als je bijvoorbeeld dit jaar kijkt, heb ik stond 52ste op die Poker City ranking. Dus ik heb best wel wat toernooien gespeeld. Dus ik heb helemaal niet, ik heb zeker verlies gemaakt dit jaar. Flink wat ook eigenlijk nog wel. Dus het lijkt altijd meer dan het is. Maar dat neemt niet weg dat ik altijd hartstikke veel plezier beleef van die ondergezien toernooi. En dat ik ook wel het idee heb dat ik wel weet wat ik aan het doen ben. En Zeus denk ik ook wel. Dus. Zeus, jij bent nog steeds, tot al over een paar uur, ben je de Nederlands kampioen. Hoe, het is eigenlijk een titel waarin jarenlang dat het niet zo heel erg serieus genomen is. Ik heb het idee dat het nu heel anders is, hè, sinds een aantal jaar. Hoe ervaar jij het? Hoe heb je het ervaren om Nederlands kampioen te zijn? Ja, je krijgt heel veel mensen die maken er grapjes over, dus meer een beetje. En het is wel een leuk grapje om dan de hele tijd te horen. En het is natuurlijk heel leuk dat mijn foto hier hangt in de benedenzaal en dat soort dingen. En... Maar hoe wordt het binnen de pokercommunity gezien? Want het is, er is jarenlang een beetje geleurd met dit toernooi. Dan was het weer op die plek. Eigenlijk is het natuurlijk nog steeds zo. Hè? Het is nog niet helemaal zeker waar het nou is en op welke wijze. De structuur is ook jarenlang aangepast. Maar ik heb het idee... Dat ik lees steeds meer spelers die zeggen, ik wil Nederlands kampioen worden. Voel jij dat ook zo of is dat de perceptie van misschien mij? Het is gewoon een toernooi dat één keer per jaar is waar het meeste prestige achter zit een beetje. En het wordt ook heel erg gepusht zo door, is het Holland Casino, denk ik wel, ja. En ja, dat is natuurlijk heel leuk. Het geeft het toernooi een extra dimensie. Dat maakt gewoon een heel leuk toernooi elk jaar. Waardoor het eigenlijk, terwijl het niet het grootste toernooi is, in het jaar, zeker niet eigenlijk. Er zijn heel veel van die hele grote events nu met meerdere startdagen. Maar ja, het is gewoon een beetje prestige nu, hier op de muur hangen. En, dat is toch wel leuk. En zo heb ik ook hele jaar gewoon leuk ervaren. En nu hopen dat Frerke daarnaast me komt te staan. Dat zou wel leuk zijn. Ja, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. Ik kan aan Frerke vragen van hoe hij het gaat aanpakken, maar dat gaat hij natuurlijk nooit zeggen. Dus ik ga het aan jou vragen van... Waar liggen de mogelijkheden voor Frerk? Want ik zie dat hij niet de allermakkelijkste plek heeft aan tafel. Hij zit direct rechts van Mark. En bedoel, volgens mij mogen ze elkaar wel. Maar ik neem aan dat Mark wel iemand is die Frerk niet helemaal zijn gang zal laten gaan. Nee, denk ik niet. Ja, ik had met Frerk over een auto dat een hele andere finale tafel is dan die ik vorig jaar had. Het is gewoon veel sterker veld denk ik eigenlijk nu. En dat geeft de hele finale tafel natuurlijk een heel erg andere dynamiek. Want Frerk die kan nu gewoon heel weinig omdat er heel veel grote stacks achter hem zit. Ik zit hier op de tafel. Nou ja, je zegt hij kan heel weinig, maar ik heb vroeger nog wel een aantal keren met hem gespeeld. Nou, als hij weinig kan, dan weet hij toch meestal wel een gaatje te vinden waar iets kan. En we beginnen op blinde 4-8 en hij heeft 2-42. Dus volgens mij reken ik uit is iets van 34 blinden. Daar weet hij meestal toch wel wat uit te peuren. Ja, hij is wel stoer, hè. Hij gaat niet Mark Rovers over zich heen laten lopen. Nee, dat lijkt me ook niet. Dat kan natuurlijk niet. Hey, hoe ben je er doorheen gekomen? Want ik heb het niet heel erg kunnen volgen. Maar ik heb op een gegeven moment zag ik, volgens mij had je niet zo heel veel chips. Was je best wel short. Toch kwam je op een gegeven moment, ben je toch helemaal hierdoor gekomen. Klopt dat? Heb je een beetje wat shorter doorheen moeten kloppen of knokken? Of heb je ergens grote pot gewonnen, verloren? Wat was voor jou het belangrijkste? Ik begon inderdaad dag 2 met 26k of zo. Ja. En Koense, een vriend van mij, die had 100k, Zeus die had 28. Koense Boemboense, hè? Koense Boemboense. Dus ik dacht, ik had wat procentjes natuurlijk lopen. En ik dacht, dit wordt, kan een lekker dagje worden. Ik denk, waarschijnlijk lig ik er snel uit. Koen is lekker relen, dat is allemaal prima. Maar toen, de andere drie busten heel snel eigenlijk. Maar ik blijf redelijk short spelen.
Maar ja, weet je, met die blinds, het maakt niet heel veel uit. Weet je, ik vind het niet. Ik zit niet naar die average te kijken van, oh, die moet ik ook snel halen. Ik kijk gewoon, ja, is dit een goede spot om mijn geld erin te gooien? Of om wel te openen of niet te openen? Dus ik zat eigenlijk best wel lang short, want ik aan deze tafel kwam ook nog met 26k of zo aan die tv-tafel. En toen won ik aas 5 van aas boer. Maar ja, niemand had de 5 gevuld, dus dan ja. Kon mij niet meer verliezen, dat was Flippy. Flippy, denk ik. Misschien sta ik zelf wel iets voor. Ik heb suited, hij of suit. En hij had wel die klaar voor boer. Ik had klaar voor aas 5. Dat dan net weer jammer, maar nou. Toen dubbelde ik en toen had ik een mooi potje tegen Mark, waar bottom pair 2 keer kon checkcallen, wat goed was. En toen had ik die vrouw tegen boeren, waar ik niet eens heel blij mee was om dat erin te krijgen. Maar waar ik dus... Ja, want op zich wel een cruciale pot. Zoals ik jou herinner en zoals ik jou ken, weet ik dat je heel vaak veel kleine potjes speelt met een beetje... Je maakt de actie, je investeert niet heel veel, maar je neemt initiatief. Tegenstanders zijn toch een beetje bang voor je, dus je pikt heel veel op. Maar op het moment dat jij je stek erin schuift, dan heb je het meestal wel. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Toch was die vrouwen tegen boeren, volgens mij was jij degene die erin schoof een ander callde, toch? Was het andersom? Nee, ik schoof uiteindelijk. Maar het was een normaal vrouwen tegen boeren. Ik had op dat moment had ik 21 blinden. Dus dan gaat er vrouwen... Gaat het sowieso in? In principe gaat het er standaard in. Alleen die spot was heel anders, omdat ik en de gun plus 1 open en het precies bubbel was. Waardoor iedereen een stuk tighter was. Mark zat heel veel te driebetten. Dus eigenlijk heb ik daar altijd wel een hand die ik in ieder geval... Ja, wel echt een tophand, zeg maar. Een hand die jij zou spelen, zeg maar, minimaal wel. Ik zou waarschijnlijk ook denken van die, plat gezegd, die vervelende Freerk. Die zit nu op de bubbel, zit hij te misbruiken, want die gaat elke hand natuurlijk gaat hij minrazen. Dus op een gegeven moment ga ik wat aan doen. Maar dat was helemaal het geval niet, hè? Dat was helemaal het geval niet. Ik zat heel rustig. Ik zat naast Wouter, zat allebei een beetje van, ja, kut, weet je, Mark, groot stack. Kunnen eigenlijk niet zoveel, want Ron Schut, die had... 2 blinden of zo, dus ja, ik ging ook helemaal niet veel openen daar. Ja, want Ron wilde ook het geld gewoon halen? Nou ja, ik weet niet wat Ron aan het doen was, die was gewoon een beetje aan het clearen of zo. Maar, ja, uiteindelijk het geld ook niet gehaald, maar daardoor duurde die bubbel 3 uur of zo. Ik denk het, ja, volgens mij van 9:30 tot nou, bijna 10:30, dus bijna 3 uur geduurd. Maar dus ik open daar en hij driebent uit de small blind. En ja, dat was helemaal niet zoals ik had vrouwen, maar ik vond het niet prettig of zo. Ik zat eerder te twijfelen. Zeg maar om te voelen dat ik het happy erin krijg van, oh, ik ga even doen alsof ik moeilijke beslissing heb. En uiteindelijk denk ik, ja, het is toch net iets te goed om vrouw daar te voelen. Dus ik ging al in, hij kolt met boeren, wat wel fijn is. Maar misschien dat hij daar wel alleen maar boeren plus en naast koning heeft. En dan is het niet eens leuk om daar vrouw erin te schuiven op de bubbel. Maar gelukkig had hij boeren. Ik weet het ook niet zeker, hè. Misschien dat hij daar wel kan bluffen. En dan moet ik altijd wel gewoon schuiven. Uiteindelijk was dat mijn overweging. En ja, toen ging ik dus naar de 40, de 45 big blinds. En toen kon ik wel iets meer potjes spelen. Mark blijft heel veel openen. Niet heel veel handjes kregen, maar een paar keer tegen Mark wel kunnen defenden toen hij op een blinde opende. En omdat we nog zo diep zaten, ja, kon hij ook niet de hele tijd alles blijven beuken, zeg maar. Hij zit daar natuurlijk met hele zwakke handen ook heel vaak in de pot. En toen eigenlijk wel heel gestaag lekker omhoog gaan. Op een gegeven moment kwam Basti aan de tafel zitten. Die opende en toen had ik hem gedriebet met aas 4 suited. Ja, dat moest wel daar gewoon als 6-handed. En ja, hij opent daar best wel veel. En aas 4 suited is een mooi handje om dat te doen. Toen schoof er een shorty voor 90k. Nou, moest ik 60 callen. Ja, dat moet er maar. Niet heel blij of zo, maar ik denk dat ik net niet kan volden. Had die koningen en ja, ik had schoppen aas 4, had geen schoppen koning. Nou, ja. Dus ook Flippy. Ja, misschien nog wel weer wel beter dan een Flippy. Ja, netjes een aas, 2 schoppen, dus River had er nog maar 1 out en die kwam niet. Dus toen ging ik naar de 400 zoveel. Had ik nog die Shatta die hier zit, die had ik nog met 10, had ik nog van zijn aas 10 kunnen winnen. Dan was ik zelfs nog chipleader geweest, maar nog een half uurtje eerder klaar geweest. Maar die verloor ik helaas, maar ik heb absoluut niet te klagen gehad over wat ik gisteren allemaal, weet je. Het moet altijd in zo'n toernooi lekker lopen en dat was gisteren zeker het geval. Hey, een beetje heel gek waarom we hier in alle rust zitten en ook een interviewtje kunnen doen op ons dode gemakje en een wat trager tempo dan normaal, is eigenlijk niet zomaar. Dat komt omdat we met z'n allen eigenlijk al klaar zitten. Iedereen, Sejan is er, jij bent er, maar ook alle andere spelers zijn er al. Want iedereen, we zouden om 2 uur beginnen. Maakt dat nog iets uit? Want we gaan nu pas om 4 uur beginnen. Dan komen we dansmariekers, dus je komt naar het podium toe, dus er komt wat vertraging op. Gaat het nog een factor zijn vandaag?
Ik net even naar het schema gekeken. Ik denk wel dat ze op tijd klaar gaan zijn. Want uurlevels, hè? Ja, een uurlevels. En dan, ja, ik denk niet dat 2040, dan gaat het wel afgelopen zijn, dat level. Maar ja, ik begin liever om 2:00. Ik dacht ook al 2:00 was, anders had ik nog langer geslapen natuurlijk. Maar ja, meer mensen hadden datzelfde probleem. Dus het is niet alsof ik als enige hier zat om 2:00 al te wachten van, nou, wanneer gaan we beginnen. We hebben wel de loterijbonnen kunnen invullen, toch? Ja. Ik weet niet wat we kunnen winnen, maar ze zullen vast wel een paar leuke prijzen voor ons verzinnen. Ja, lijkt me wel. Ik sta er gewoon om 6:00. Ja. Voor ons alle drie even te kijken wat we winnen. Ja. Lijkt me dat nou ook spannend, Rolf? Wie nou kampioen gaat worden? Omdat toch met jou, toch in het rijtje van... jij bent de eerste Dutch Open winnaar natuurlijk. Nou ja, ik zeg je eerlijk, ik vond het vooral de eerste jaren daarna vond ik het heel belangrijk. Omdat toen ik het won, ik speelde nooit een toernooi. Ik was ook maar een of andere wildcard die à la Mark Rovers, die even uit de hooghoed werd getoverd. En eigenlijk zo serieus werd het niet genomen. Dus ik vond het wel belangrijk dat Peter Dalhuis het won. Dat was heel belangrijk, want die was toen echt de man in Nederland. Dus dat gaf het een beetje aanzien. Dus eigenlijk wat ik hoop elk jaar is dat het of gewonnen wordt door iemand die echt kwaliteit heeft. Of iemand waarvan ik denk die heeft een positieve bijdrage aan poker. En die zorgt ook dat het geld stroomt. He, dat het geld de goede kant op blijft gaan. Nou, volgens mij is dat met de winnaars die we hebben, is dat ook wel het geval. Dus ik hoop eigenlijk dat het nu elke gewonnen wordt door of iemand waarvan ik zeg die speelt echt goed. Of dat het gewonnen wordt door iemand waarvan ik denk van nou, dat is een positieve gast. Niet dat het gewonnen wordt door iemand die... Eigenlijk, ja, nou ja, dat eigenlijk. Ja, nee, ik zou. Nee. Ja, nee, dat zou mooi zijn. En misschien volgend jaar tijd voor een Tournament of Champions. Gewoon als je deze 9 en dan de winnaar. Maar je weet wel, dat wordt wel een 10-handed tafel dan. Hè? Ja, dat is wel verkloten. Maar ik denk dat we deze tafel het niet heel lang 10-handed gaan houden. Dat er een paar mensen wel snel wat chips zullen verliezen op een of andere manier. Nee, je hebt wel gelijk, want we hebben echt een mooie creatieve lijst aan winnen. Dat zou wel mooi zijn, toch? Die 9 en nog de winnaar. En dan voor, weet ik veel, voor een gratis ticket voor het jaar daarna of zo. Of als à la MCOP, weet je? De 10 man, een soort sit and go. En dan gewoon de winnaar die mag meedoen. Nou, maar je zegt het. Ik heb het daar wel vaak over gehad. Ik had ook een klein belang erbij natuurlijk. Maar ja, goed. Hey jongens, jij heel veel succes. Ik neem aan dat jij in ieder geval zat te regelen totdat hij er eventueel uit is. Of dat hij de prijs in zijn handen houdt. Maar ook waarschijnlijk, je zal ook een beetje reden voor Mark nemen, kan toch? Of misschien voor anderen. Of is het puur voor je, denk ik, gewoon voor je broer? Ik heb het een last langer afgesloten met Mark versus Dennis. Dus ik ben dan meer voor Dennis. Ik heb mijn geld op Dennis ingezet. Dus ik sta hier niet voor Mark, nee. Dat zeg je mooi. Hey, één laatste vraag. Ik vroeg eigenlijk aan Dennis, zitten er mannen aan tafel waarvan je denkt dat die echt spelen om te winnen? Hey, vroeger had je in toernooien heel vaak mannen die of zaten om te overleven, of zaten om te winnen. Die wilden eerste worden of de rest maakte ze niet uit. Maar volgens mij, dat zei Dennis ook, zitten er heel veel mannen aan tafel die wel graag willen winnen, maar die ook de payjumps wel waarderen. Zie je het zelf ook zo? Ik denk dat het een redelijk saai finale zou worden, waar, waar veel... Ja, het is ook het beste om te doen. Dat is eigenlijk jammer. Weet je, dat het niet gewoon... Voor kijksport minder interessant. Ja, maar ook voor... Eigenlijk zou het leuk zijn als het ook echt om de iedereen vol voor de winst zou moeten gaan. Want dan krijg je echt knallen van hier tot daar. Maar ik ben bang dat nu niet gaat gebeuren. Het mooiste zou zijn, maar dat is altijd aan een 10-handed finale, dat er even twee coolers aan het begin zijn en dat twee mensen uit liggen. En dan ga je wel leuke poker zien. Want zeker als je wat dieper zit en je 8-handed of minder, dan krijg je wel weer dat leukere poker. Maar ik verwacht zeker aan het begin dat het niet... mensen kunnen het goed om 6:00 inschakelen, denk ik. Dames en heren, u hoort het. 6:00 is vroeg genoeg. Hey, heel veel succes. Ja, dankjewel. Thanks, Jeff.